De Verbeke Foundation is opgericht door Geert en Carla Verbeke. De kern van de verzameling vormen de collages en assemblages en moderne en hedendaagse kunst. Allereerst bezoeken we de aanhanger met alle 163 gemeentes van Nederland. Er zijn deze zomer diverse kunstenaars te zien, waaronder Damstee en Nooi. De spotopname zorgt voor verlichting in de blaas. In de centrale hal staat onder andere werk van Paul van Hooijdonk, zoals dit paard met ruiter. Art Nachtvrij is een ontwerp van Happy Famous Artists. De giraf van Johan Dane. In deze kast staan wel heel bijzondere dieren. We lopen door de bioruimte, daar staat wel een heel bijzondere autotempel. Deze doodskisten komen uit Ghana. De overledene wordt begraven in een kist naar zijn keuze. Als gepensioneerd geograaf wil ik wel in een wereldbol begraven worden. Geert Verbeke is altijd aanwezig. Via de orangerie en deze speelobjecten lopen we door de noordelijke tuin met deze havenobject. Dennis Oudendijk maakte dit capsulehotel in 2007. In deze blob uit 2009 van DMVA-architecten kun je een nacht doorbrengen. Vanwege de toenemende hitte bezoeken we eerst de serre. Phoenix is werk van Rafael Opstalen en de windegg is van Hassid Ahmed. Thijs van der Linde maakte deze drievuldigheidsboom. Builder is een installatie uit 2015. Hetty bewondert de dwergpapegaaien, de glazen piramide is van Koen van Mechelen. De Earthcar van Peter de Kuperen rijdt al jaren niet meer. Via het joint venture uit 2017 komen we in het Collage Museum. Daar hangen diverse kunstenaars, waaronder Bleu Hetz. In deze ruimte staat en hangt werk van Leon Franken. We gaan de tuin weer in en bezoeken de Kas Anus van Atelier van Lieshout. Ook hier kan je slapen. De bos. De baas.
Skull is ook een werk van Atelier van Lieshout. Van Frits Jeuris is Think Ahead. Dit werk van Wil Bekkers uit 2011 is begonnen met een aantal wilgen waarvan de takken werden gevlochten. Het proces gaat nog door. Recover. In memoriam de koeien van Herman de Vries staat zowel in BioArt als hier in de tuin en blijft fascineren. Ik spuug op mijn graf van Jan Faber toont het uitsterven van insecten. Deze hommel komt de laatste eer bewijzen. Van Benoot Christiaans is de vuurtoren uit 2022. El Santo Secreto uit 2018 is ook van Christiaans. Shelter uit 2022 is een werk van Isaac Zwartjes. De paarden van Ronald de Winter uit 1996 vermaken zich nog steeds uitstekend. De dome van Aeneas Wilder is zowel van buiten als van binnen hoogstaand. Stan Wanet heeft een paviljoen met kinetische sculpturen. Helaas staan ze stil. Deze open ruimte is van Jason van der Woude. Mark de Rover met Adem uit 1998, Nico van Stichel, maakte dit uitzichtspunt. Met Helden van de Grote Paradox van Raphaël Opstalen verlaten we de tuin. In de expohal staat dit imponerende beeld, The Patron of the Travelers. Voor dorstige lieden is deze Bottle Wall van Jan Hendriksen. In de hal hangt en staat werk van Christ-Paul Damstee en Jaap Mooi. In deze zaal van Floris en Jan de Kuiper staan diverse sculpturen.
Via de centrale hal loop ik naar de tentoonstelling van Annie de Bie met bijzondere assemblages. Uit het labyrinth van opgehoopte schatten, van afgedankte voorwerpen en materialen, laat Annie de Bie nieuw leven ontstaan. In de zuidoostelijke tuin staat deze biologische schommel. Deze sculpturen leiden naar het Witte Huis van Ryan Mendoza. Via de parkeerplaats met dit indrukwekkende bouwwerk loop ik naar de zuidwestelijke tuin. Deze locomotief heeft betere tijden gekend. Vanuit deze campingflat van Kevin van Braak, waar je ook kunt slapen, heb je mooi uitzicht op de dansende hijskranen. Skytech is een indrukwekkende helikopter die bij Verbeke is geland. Ook in deze Rewind camping kun je in zo'n week een nacht doorbrengen. De eco-kathedraal Kemseke blijft groeien en boeien. Van Zora Feigel is deze studio uit 2023 met kinetische kunst. Zijn materialen dansen en draaien, Feigels vormen veranderen voortdurend, soms langzaam, soms snel. Oud en jong wagen zich onder deze wapperende machine. Het water loopt langs deze draaiende schermen. Soms is de beweging langzaam, soms snel, maar altijd verrassend. Met deze zwarte hoepels die heen en weer rennen, komt een einde aan het bezoek aan de Verbeke Foundation. Zeer zeker de moeite waard.